mensen, tot weer kijken naar jullie weer op mijn kanaal. Ik hoop jullie horen. En ik wil even zeggen om te beginnen. Ik heb hier uiteraard een pakje. Dit is voor mij. Ik ga hem unboxen. Hè, want ik gebruik uiteraard is mijn pakje. Dus ik ga hem zelf ook moeten gebruiken. Dus ik zit er al lang op te wachten eigenlijk om die open te maken. En ik had nooit echt zin om deze video op te nemen. Binnenkort komt er een uitlegvideo online. Ik moet die nog zien op te nemen. Want er is ook een tijdje geen. Wanneer je normaal zou moeten uploaden, is soms geen video online. En gewoon al 2 weken achter elkaar is er voor mij. Is er geen video online gekomen, maar binnenkort meer erover. In ieder geval, nu gaan we gewoon een pakjes video opnemen. En als ik weer terug in staat ben, dan zien jullie deze video uiteraard wel verschijnen. Maar voor nu ga ik hem wel al unboxen en dan zien we verder. Het is van. Dat was PostNL, ja, PostNL. Het is normaal gezien zou dit een. Zo'n adapter met 4 USB's moeten zijn. Zo, laat even kijken. Kijk. Even open. Ja, dat is gewoon. Goed dringend op de scheur. Zo, kijk, heel mooi openmaken. Zo. En haal het eruit met de trein. Kijk al, hier is het, jongens. Kijk eens. Zie je, en altijd met 4 USB-poorten komt tot een lange wijk. Zullen we ook even testen. We gaan hem in de lader doen. We gaan hem uitdagen, kijk. Hier komt. Er zit een plasticje op voor bescherming, nog altijd. Zo. Waar gaat hij open? Ja, dat is dit waarschijnlijk wel. Zo, daar go. Hier een lipje, kan je eraf halen. Okay. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Je hebt een nieuw pakje en je laat hem vallen. Gelukkig was op tafel, maar goed. There you go. Dus ik kan ook filmen gewoon hiermee. We gaan hem even insteken. Dus we zetten dit even hier. En weer de adapter. Dan gaan we de kabel erin steken. Ja, gaat moeizaam erin. Maar gaat erin. Ik pak hem een gsm. 38, there you go. Steken we gsm in. There you go, steek het in. Leg hem weer neer. Okay. Steek weer de kabel. Hier, de kabel. Steek. En hij laat op. Maar, zie, wel, daar go. Hij laat op. Steek in. Even de andere poorten testen. Voilà, laat ook op. Gaat er wat moeilijk in. Dat is een nadeel. Dan moet je hard vertrekken doen. Maar, hij werkt. Even een scherp stellen. Ja, dat is ook goed, dus ik ga maar niet. In ieder geval, het werkt. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. En is dit voor mij de laatste video dat ik opneem. Ik ga het toch even zeggen. Dit is de laatste video voor mij dat ik opneem. Enfin, één van de laatste. Ik moet het daar nog de uitlegvideo opnemen. Maar als jullie deze zien, is het waarschijnlijk... als jullie deze zien, kan lang duren, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, als jullie deze video zien, dan ben ik al terug begonnen. Maar ja, het is gewoon, ik wou gewoon opnemen en dan wil ik de uitlegvideo doen. Ik moet even kijken wanneer ik de uitlegvideo opneem. En dan tot ik ook een break weer ga nemen. Maar dat hebben jullie normaal gezien al gezien. Dat ik hem weer een break heb genomen en even gewoon afzonderen en even tot mezelf komen. Maar in ieder geval dat. Dus bedankt voor het kijken. Ja. Na deze video, volgende week ga ik proberen voor mij dan, ga ik volgende week proberen die video te maken en online te zetten. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Zie ik jullie graag terug bij de volgende. Hij laat op. Ja, nu niet meer, want het is uitgetrokken. Maar we kunnen hem nog eens insteken. Jo. Oh. Dus, die doen we dan proberen. Dat gaat moeilijk, maar moeilijker ook. Hè. Dus, die hebben we nog niet geprobeerd, de derde. Jo. Zie ik mij. Nou, ik ga alles. Ja, los gaan we. Jo.
tot de volgende video als ik terug ben. Dus dan weten jullie bij deze, ja, jullie, dus mag het ook zeggen, ik heb weer een break genomen, maar hè. Even dat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. En ik ben dus heel blij zijn dat ik op dit moment terug ben. Jawel, bedankt. En ik denk, ja, goeie adapter, dat is een adapter.